Vandaag zijn wij te gast bij de GGD in Den Bosch om meer te weten te komen wat hun doen op het gebied van tatoeëren. De GGD is belast met de inspecties binnen de tattooshops. In juni 2007 is het ware wetbesluit hygiëne, tatoeëren en piercen van kracht gegaan. Waarom? Om het risico op verspreiding van virussen, bacteriën of het voorkomen van allergische reacties als gevolg van gebruik van de inkten en pigmentstoffen. Wat is nou het ergste virus wat je over zou kunnen brengen? Het hepatitis B-virus. Hepatitis B-virus veroorzaakt een leverontsteking. Dit kun je overbrengen via bloed-bloedcontact. Dat kan van de tatoeëerder op de cliënt of van de cliënt op de tatoeëerder. Of via gebruikte materialen waar nog bloed op zit en die dus onvoldoende gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd zijn. Waar letten jullie op bij het verstrekken van een vergunning aan een tattooshop? We hebben dus de hygiënerichtlijnen. En aan de hand van de hygiënerichtlijnen is een checklist samengesteld. De hygiënerichtlijnen zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Als we een tattooshop controleren, dan kijken we naar de bouw, naar de inrichting, welke materialen zijn gebruikt, zijn de materialen goed te reinigen. Is er deugdelijke apparatuur aanwezig? En bijvoorbeeld de sterilisator, wordt die jaarlijks gecontroleerd? Worden de materialen die gebruikt worden, zijn die steriel? En worden die op de juiste wijze gebruikt? Hoe lang is deze vergunning geldig? Die is 2 jaar geldig. Jullie moeten dus om de 2 jaar een nieuwe vergunning aanvragen. Controleren jullie ook de kwaliteit van de tatoeëerder? Nee, daar mogen wij helaas niks over zeggen. Welk risico loopt een klant die bij een tatoeëerder komt die geen vergunning heeft? Je loopt het risico om een ziekte op te lopen. En die ziektes hebben we net genoemd waarvan het ernstigste risico het hepatitis B-virus is. Waar kan een klant zien of een tattooshop GGD goedgekeurd is? Op de website www.veiligtatoeëren.nl. En als een tatoeëerder een vergunning aan wil vragen, hoe moet hij dat dan doen? Via onze website www.ggdhvb.nl. Daar vindt hij alle informatie op welke wijze hij een vergunning kan aanvragen. Daar staan ook de hygiënerichtlijnen op die hij kan downloaden. En als we een afspraak maken, dan sturen we altijd die hygiënerichtlijnen mee, zodat er ook een papieren versie in bezit is van de tatoeëerder. Als ik een vergunning aanvraag, hoe lang duurt dat? Het is belangrijk dat je ruime tijd van tevoren de vergunning aanvraagt. Want wij zitten natuurlijk ook met de volle agenda. Ons advies is om meer dan 8 weken van tevoren een vergunning aanvraag te doen. In Antwerpen was afgelopen weekend de tattoo-conventie aan de Rijnkaai, waar weer veel liefhebbers van tattoos op af waren gekomen. Zo kwamen ook Emilien tegen hier op de conventie. Emilien, hoe ben je begonnen met het bouwen van tatoeermachientjes? Ik ben eerst zelf begonnen met tatoeëren. En ja, als niet-professionele artiest is het heel moeilijk om aan machines te komen. En dan ga je op zoek naar eBay en Marktplaats. En dan had ik een flutmachine. Probeerde ik goed te krijgen, dat ging niet echt lekker. En een vriend van mij, die had machines van een bekend merk. En nou, aan mijn eigen machientje frutselen en 100.000 keer uit elkaar gehaald te hebben, was zijn machine een keer stuk. Heb ik voor hem vervangen en zo kwamen er steeds meer tattoo-artiesten bij. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, volgens mij kan je dat ook wel zelf doen. En dan krijg je eerst natuurlijk een hoop rotzooi machines. Want het is niet zo makkelijk als het lijkt. En ja, tot je het op een gegeven moment doorkrijgt. En dan krijg je mooie, goede machines. En het leeuwendeel van de artiesten weet ook wat ze van een machine verwachten, wat ze willen. En het is de kunst om de machine dusdanig te krijgen zoals het artiest het wil. Dus als hij zegt van ja, ik wil een machine die zachte schaduw aanbrengt, maar toch krachtig genoeg is om een Magnum 23 of 35 te drukken, dan moet je gaan puzzelen.
Dan moet je het maar voor elkaar zien te krijgen. Ja, en als het lukt, ja, dan ben je het mannetje. Ik ben begonnen om machines echt custom te maken. Op een gegeven moment af van, ja, je kan het zelf ook. En dan ga je puzzelen, dan ga je kijken hoe dik is het. Is het staal of aluminium? Meestal begin je met aluminium. Messing is makkelijk te bewerken. En dan, op een gegeven moment kan je de vraag niet meer aan. En dan moet je sneller gaan werken. En ik heb ook geleerd van een hele hoop oude tatoeëerders en mensen, gewoon, ja, grootheden, zeggen Henk Schiefmacher, een Lau Toddel, Bill Loijke, dat de meeste tattoo-machinebouwers van vroeger op een gegeven moment geen machines meer bouwden, maar ook heel veel frames uitwisselden en lieten maken. Spoelen werden gedraaid voor ze en dan komt het op een grote berg, bijvoorbeeld Sailor Jerry, Norman Collins, die had mensen die allemaal dingen maakten, allemaal losse onderdelen, maar ze wisten bij God niet wat ze aan het maken waren. En dat kwam dan bij hem terecht in allemaal pakketjes, dat ging op de tafel en dan kwamen er zo de machientjes, zeg maar, eruit. Nou, zo ver ben ik nog niet. Ik laat nou wel frames gewoon snijden eerder. Snijden, frezen en dan de spoelen draai ik zelf. Want dan heb je ook echt controle op. Ik wil dat de spoelen sowieso perfect zijn. Hoe ben je jouw product op de markt gaan zetten? Ik kijk naar de shop. Ik ken de naam. Weet je wel, als je goed bent heb je de naam. En dan zeg ik, nou ja, gaan we nou maar naar binnen. Een grote doos, koffer in je handen. En dan zeg je, ja, goeiedag. Ik maak tattoo-machines. En dan is de reactie van, ja, jij maakt tattoo-machines. Ja, er komen wel meer jongens die op zolder een beetje aan het breien en aan het doen zijn. Die komen wel vaker een tattoo shop binnen. En het wordt irritant. Maar ja, dan ga je dan toch door om iemand te overtuigen. Maar ja, ik heb sowieso zeker al iets. Ik zeg, waar ik nou naar luister, waarmee je bezig bent. Ik zeg, ik weet zeker dat ik iets heb wat dat overtreft. Oh ja, ja, is dat zo? Hè, ja, ah, hier. Probeer die maar. En dan is het meestal van, nou, zo. Weet je, dus ja, eigenlijk niet te veel praten. Aan de boot wel, aan informatie. Als mensen wat willen weten, kijk, uren lullen. Maar in de shop, dus niet veel praten. Gewoon, hier heb je de machine, gooi maar eens aan. Begin met 4 volt. Dan gaan we verder. Dan gaan we naar 6. Ja, en dan, eigenlijk doet de machine het werk voor zich. Dus ja. En dan als je dan zo'n een oude tatoeëerder omkrijgt, of overtuigt, oude tatoeëerders hebben oude vrienden, oude jongens, krentenbrood. En voor je het weet heb je een hele oude garde die zoiets heeft van, nou, dat wil ik wel zien dan. En ja, stukje bij beetje worden ze allemaal overtuigd. Zijn ze allemaal overtuigd nu inmiddels. Hoeveel jaar ben je nu al bezig? Ja. Dat de tattoo-wereld me kent is nou zeg een 1,5 tot 2 jaar. Daarvoor ben ik een jaar bezig geweest. Maar stiekem. 18 uur per dag. Elke dag. Wakker worden, slapen met machines in mijn hoofd. Gewoon echt continu. En toen ik zoiets had van, nou, volgens mij ken ik nu wel wat. Ben ik naar de shops gegaan. En zelfs in die periode dat ik naar shops ging en dat ze zeiden, hey, de machines zijn goed. Heb ik Bill Loijke leren kennen. En die heeft me de extra super fijne kneepjes van het vak bijgebracht, zeg maar. Die man tatoeëert vanaf 1975. En ja, toen ben ik geboren. En hij kreeg een tattoo-machine kreeg hij in een zakje, alles los. Kijk maar, als je niets mee kon doen, pak je ze je zakje af en was je geld kwijt. Dus ja, en die heeft me echt een hele hoop dingen bijgebracht. Om het nog specifieker, nog beter te krijgen. En waar zien we jou over 5 jaar? Over 5 jaar? Over 5 jaar zie je me niet meer. Dan zie je alleen maar doosjes. Labeltjes, stickertjes, t-shirtjes, Emilion. En dan weet je. Ja, hè? Dan ga ik golven. Voor meer informatie op het gebied van tatoeëren, kijk ook op www.tattooplatform.nl.